Heel veel afwezigen. Kaplan geschorst. Henderson, Brobby, Schoutalo en Berghuis geblesseerd. En hoe gaat dat dan vandaag in Zwolle aan het begin van een hele belangrijke week voor Ajax. Met komende donderdag de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. En volgende week zondag de klassieker in de Kuip, Feyenoord-Ajax. Tahirovic. Daar gaat Linsson niet buiten spel. Grote kans. Dit moet een doelpunt zijn. En het is ook een doelpunt van Christian Linsson. Bij PEC Zwolle kijken ze wanhopig naar de assistent scheidsrechter. Maar de vlag blijft omlaag. En Ajax staat met 1-0 voor. Niet buiten spel. Van Polen heft dat op. Christian Linsson. En het is 0-1 binnen het kwartier. Echt een goed balletje dit van Tahirovic. Maar ook sterk afgemaakt. Lam, McNulty. Staan er genoeg achterin bij Ajax. Toch wordt Reinders vrij makkelijk aangespeeld. Is hier McNulty om de voorzet te geven. Daar komt Velanas, bal schiet door. Namli met de kans. Via Kenneth Taylor gaat de bal over. Goed verlengd. Hier gaat Reinders. Rens gleed uit. Reinders op weg naar het doelpunt. Rens is snel terug, zeg. Daar laat Reinders zich lelijk de kaas van het brood eten. Want dit was een echte kans voor PEC Zwolle om gelijk te maken. Kenneth Taylor. Bergwijn, Taylor in één keer door. Goed gespeeld door Taylor van den Bomen. Trekt zijn voet niet terug en dat is belangrijk in deze aanval. Want nu kan Ajax door. Bergwijn kan gaan scoren. Bergwijn. En uiteindelijk net weggekopt daar voor de doellijn. Toch met gevaar voor eigen lijf en leden door Thomas Lam. Belangrijke actie van den Bomen. Zo loopt de aanval door. De paas is ook goed. Bergwijn via Schendelaar. En Lam gaat de bal er niet in. Ekpom was er dichtbij daar. Ramai. Bergwijn. Ja, die heeft een verdediger in zijn nek zitten. Kersten. Kersten wint de bal. Zoals Tahirovic de bal verovert bij Van den Berg. Ekpom. Ajax kan weer in de aanval. Gods. Linsson bij zich. Dit is Ekpom. En nu zit hij er wel in. Het is 0-2. Ook omdat de bal nog even van richting wordt veranderd door Kersten. Achtste doelpunt van het seizoen voor Ekpom. Die weer scoort, net als twee weken geleden op het kasteel tegen Sparta. En dan gaat het toch vrij gemakkelijk hier. Davy van den Berg. PEC Zwolle mag zijn gang gaan. Van Polen. Ja, die bijt van zich af ten opzichte van Tahirovic. Hato krijgt de bal nog weg. Kersten. Als dit zo doorgaat, gaat PEC Zwolle binnenkort een grote kans krijgen. Van den Berg. En het schot tegengehouden door Manswerk. Maar de thuisploeg neemt het initiatief nu. McNulty. En Ramai laat hem los. T heeft hem voor het inschieten, maar krijgt hem er niet in. Nee, het was Lam. Ajax staat erbij en kijkt ernaar. Namli. Namli. En weer Lam die kan schieten. Nu is de redding uitstekend van Ramai. Stijlvol gepakt door Ramai. Stijlvol is het meestal wel. Bij de keeper van Ajax. Reinders. McNulty niet buitenspel. Reinders buitenom. McNulty binnendoor. Combinatie aangaan met T, dat doet hij niet, want Namli heeft meer ruimte. Namli, dit is voor een speler met zijn traptechniek toch een echt serieuze mogelijkheid. Het wordt een hoekschop voor PEC Zwolle via Taylor. De hoekschop snel genomen. Velanas.
Namli. En vrije kans hier. Echt een grote kans om te scoren voor Bram van Polen. Kersten. Oh, die bal schiet nog door. Ja, dan kan Peksol in de aanval. Manschot wilde fluiten, maar past goed de voordeelregel toe. Velanas, tier in positie, maar Velanas doet het zelf. Mist het overzicht, mist de controle en komt uiteindelijk met een zwak schot. Geel is er voor Manswerk. Ajax ontsnapt. Namli. Van ver, van te ver. En ook niet zuiver. Nee, het geloof bij Pek Zwolle dat er nog iets mogelijk is. Het lijkt er niet te zijn in de tweede helft. Velios in positie. T krijgt de bal van den Berg. En dit is meteen een mogelijkheid. Van der Water kiest ervoor om te schieten. Krastev. Laat zich hier bijna verrassen door Akpom. En dat gebeurt uiteindelijk ook gewoon. Linsson. Akpom kan gaan scoren. Akpom had hier de wedstrijd in het slot kunnen gooien. Na de fout van Krastev. Koud in het veld. Aan de andere kant van der Water. Velios in positie. Van der Water. Daar was Velios bijna. Zo zorgen zij, de invallers, meteen voor dreiging. Goede voorzet. Fractie te scherp van der Water. Krastev pikt op. Namli. Krastev. Dribbelt er langs. Krastev. Krastev, nu moet je scoren, jongen. Dat doet hij. Het is 1-2. De invaller die zojuist nog in de fout ging, waardoor Ekpom de kans kreeg op 0-3, zorgt er nu voor dat de spanning terug is. Het verschil nog maar 1 tussen Pek Zwolle en Ajax. Lang aan de bal. Tahirovic komt voorbij glijden. Krastev is niet onder de indruk. T. Velios. Lang balbezit voor Pek. Voorzet van Bram van Polen. En T. En een goede redding van Ramai. Maar hij zit er wel in. Van der Water. Maar het is buitenspel. De 2-2 blijft Ajax hier bespaard. En het is buitenspel van der Water. Hier gaat Guy. Ekpom kan het nu wel afmaken en doet het. Het is 1-3. Hij raakt erbij geblesseerd. De kramp schiet erin bij Ekpom. Maar de marge is wel weer 2 in het voordeel van Ajax. Pek Zwolle een aantal keer dicht bij de gelijkmaker. Maar dit is een uitstekende goal. De loopactie van Anton Guy. Uitstekend afgemaakt. Door Ekpom die zijn tweede maakt. Namli, nog een goede bal van hem. Van Polen. Weer de kans voor hem om een doelpunt te maken. Net als in de eerste helft. En hij brengt de spanning toch terug. Maar weer is de vlag omhoog voor buitenspel. Zoals bij de goal van der Water. Het is buitenspel. Van Polen. Uit de draai van der Water. En Ramai mag nog een keer laten zien wat hij kan. Ajax wint uiteindelijk met 3-1 in Zwolle dankzij 2 doelpunten van Tjuba Ekpom.